De wereld van morgen is er een waar meer en meer ouderen zijn en minder mensen om voor die ouderen zorg te dragen. Ook morgen verdienen ouderen goede zorg en een zelfstandig leven, een onafhankelijk leven en een gelukkig leven. Die kloof tussen mensen die zorg kunnen bieden en mensen die zorg nodig hebben, die groeiende kloof, die moet overbrugd geraken. En wij geloven dat de beste manier om dat te overbruggen met technologie is. Nobi kan vandaag al heel veel. In valpreventie, in valdetectie hebben wij al heel complexe sensorenclusters met heel krachtige AI die ongelooflijk boeiende dingen kunnen doen. Wij zien of mensen in en uit bed zijn. Wij zien vandaag al of ze op de grond zijn. Onze AI kan automatisch met die mensen een gesprek aangaan, kan in verbinding brengen met zorgverstrekkers. Kan mensen in beelden vervangen door stokfiguurtjes om hun privacy te garanderen. Dus de eerste generatie Nobi is al een ongelooflijk staaltje toptechnologie. In de toekomst gaat het nog veel verder gaan. We willen echt zoveel mogelijk opschuiven van genezen naar voorkomen. We gaan dat doen door onder andere ademhaling te monitoren, permanent, vanuit de lamp. We gaan hoestdetectie kunnen doen. Dus er is heel veel aan vitale parameters dat wij 24/7 gaan kunnen meten zonder rechtstreeks contact met mensen te moeten maken, discreet op de achtergrond. Het gaat zelfs zo ver dat we vandaag al, we zijn op de achtergrond ons AI-model aan het bijtrainen, om vallen niet te detecteren, maar te voorspellen. En we lukken er nu al in om in 60% van de gevallen, letterlijk dan, die val 5 minuten daarvoor te zien aankomen. Dus ik geloof heilig dat wij in de toekomst in staat zijn om vanuit de lamp vitale parameters te meten, aan de ene kant, en aan de andere kant vallen niet te rapporteren, maar te voorkomen. Nobi moet deel uitmaken van het leven van mensen. En dus is de vraag voor Nobi niet alleen, heb je Nobi nodig, maar vooral, wil je Nobi in huis halen? En technologie is maar leuk om in huis te hebben als het er niet uitziet als technologie. Daar besteden we heel veel aandacht aan. En als uw leven, au fond, niet fundamenteel verandert. En in de verre toekomst geloven wij dat een slimme woning erin gaat zorgen om de gemiddelde tijd dat mensen doorbrengen in een woonzorgcentrum, waar ze in de laatste fase van hun leven het best wonen, dat die gemiddelde tijd teruggebracht gaat worden tot de helft van wat het vandaag is. Als we in die missie lukken, dan lukken we erin om een zorgsysteem op de rails te houden. Dan hebben we genoeg mensen om zorg te bieden en dan hebben we genoeg technologie om die onafhankelijkheid zo lang mogelijk op een waardige en gelukkige manier waar te maken.